Ben je op zoek naar een high-end gaming laptop en heb je zoiets zo van, nou eigenlijk zijn al deze laptops een beetje te saai. Eigenlijk missen ze een bepaald gadgetgehalte. Nou, dan heeft Asus je volledig covered. Met hun Republic of Gamers ROG Zephyros Duo 15. Deze lijn aan notebooks is niet alleen ontzettend lijp als we het hebben over de specificaties, maar ze hebben ook één heel groot gadgetgehalte en dat zit in het tweede scherm wat in deze laptop ingebouwd zit. In deze video review behandelen we vandaag niet alleen al die hoge specs, maar natuurlijk ook de gadget factor wat komt met dat tweede beeldscherm. Dus bij deze, ik wil je van harte welkom heten bij de video review van de Republic of Gamers Zephyros Duo 15. Als er één ding is wat meteen je aandacht naar de Zephyros Duo trekt, dan is het natuurlijk dat tweede scherm. Dat is hoofdzakelijk de reden waarom dit ding koppen doet draaien. Dit is een laptop met gewoon boven het toetsenbord nog een tweede multi-touch touchscreen. En dan denk je, wauw, wat revolutionair. En ja, voor gaming laptops absoluut revolutionair. Maar niet zozeer in Asus complete aanbod, want dit Duo-principe met twee beeldschermen is eigenlijk een soort van overkomen waaien van een eerder aanbod van Asus. En dat is hun ZenBook Duo-lijn. Dat was eigenlijk hetzelfde principe, dus een high-end laptop met twee schermen, maar die was meer ingezet voor de creatieveling en de Zephyros Duo onder het ROG-vaandel is bedoeld voor niet alleen de creatieveling, maar eentje die ook lijphard wil gamen. Dus in die zin, het probeert een hele specifieke niche aan te spreken. De Zephyros Duo-lijn is niet voor iedereen en dat ga je absoluut terugmerken in de prijs. Er zijn een aantal verschillende uitvoeringen van, waar ik later ongetwijfeld meer over zal vertellen. Maar wat we hier hebben is het absolute topmodel. En in de Benelux zijn er ook maar twee modellen die gelanceerd zijn. Misschien volgen er later meer. Maar allebei de uitvoeringen die in de Benelux verkrijgbaar zijn, zijn niet goedkoop. In het geval van de twee Benelux versies kun je instappen rond het schappelijke bedrag van ongeveer 3700 euro. En je kunt oplopen naar dit model, het absolute paradepaardje met de allerhoogste specs. En die gaat op de kop voor om en nabij 4600 euro. Dus 4500 euro, ruim. Ik stel voor dat je een bedrijf opricht en de btw aftikt, want... Dus ja, je moet niet verwachten dat dit een laptop is die de mainstream gamer aan probeert te spreken. Daar heeft Asus genoeg andere modellen voor en zelfs onder het ROG-label zijn daar genoeg andere relevante laptops voor. Maar dit is een soort van high-end experiment. Ze pakken dat principe van de ZenBook en ze proberen het zo vol te stouwen met zoveel mogelijk specificaties om elke gamer ook onderweg te kunnen bekoren. En ja, absoluut, voor 4500 euro krijg je ook aardig wat specificaties terug in de Zephyros Duo 15. We hebben het hier in het specifiek over het GX550 LXS HC029T model. Is een hele mond vol, maar daarin zit ook een hele mond vol aan specificaties. Deze Zephyros Duo 15 draait op een Intel Core i9-1098-0HK op 2,4 GHz en te boosten tot 5,3 GHz. Daarbovenop komt dan een van de lijpste videokaarten die je nu in een laptop kan verwachten. En dat is natuurlijk Nvidia's GeForce RTX 2080 Super. Qua werkgeheugen is de laptop dan uitgerust met 32 gig aan DDR4 geheugen op 3200 MHz en het kan eventueel nog een klein beetje opgeschaald worden, maar ik zou stellen dat 32 gig voorlopig genoeg is. Wat betreft opslag spreken we over twee enkele terabyte NVMe SSD's die in RAID 0 aan elkaar gekoppeld zijn. Dus als je dit ding gewoon in gebruik neemt, heb je een whopping 2 terabyte aan razendsnelle SSD om vol te kunnen zetten met al je lijpe games of natuurlijk je mediabestanden als je een creatieveling bent in de video- of fotowereld. Nou, al die pracht en praal die kun je dan terugzien op het 15,6 inch 4K 60 Hz beeldscherm. En dat is definitief een beeldscherm wat over is komen waaien van die ZenBook-lijn. Dit is een ontzettend diep kleurrijk beeldscherm. Het is IPS level nog steeds, niet truly IPS, maar de kleuren zijn ontzettend diep en ontzettend kleurrijk. Dus het is ook niet voor niks dat dit ding 100% dekking op de Adobe RGB schaal heeft. En dat is dan terug te rekenen tot ruim 130% op sRGB kleurengamma. Als je puur naar de specificaties van het scherm kijkt, dan merk je dat dit ding een soort van adaptatie is van de ZenBook Duo, die al gericht was op creatievelingen. En ja, voor de Zephyros Duo schijnen er ook uitvoeringen te zijn die dan een Full HD scherm
beeldscherm hebben op 300 Hz. Dus iets meer gericht op de gamer. Het probleem is alleen dat beide varianten die in de Benelux beschikbaar zijn, zijn varianten met dat 4K 60 scherm. Dus hele diepe kleuren, maar minder frames per seconde. In die zin, je kunt er nog steeds fantastisch op gamen, maar het lijkt zich misschien toch nog net iets meer richting die creatievelingen te pushen als het aankomt op het display. Welke specifieke Zephyrus Duo je ook pakt, het wordt altijd geleverd in een super slikke behuizing. We hebben het hier over een volledig metalen case die nog geen 21 mm dik is en die nog geen 2,5 kilo weegt. Tel dat even voor jezelf op. Bekijk die hoeveelheid specs, bekijk de hoeveelheid paardenkracht die je hiermee krijgt en bedenk dan dat het allemaal in dit kleine behuizingje past. Asus en Republic of Gamers zijn erin geslaagd om dit ding vernuftig in elkaar te zetten. Ook los van het feit dat er een tweede scherm in zit, voelt dit ding heel erg James Bond-achtig. Het is slik gedaan, het is niet overdreven, er zit nergens RGB waar je het niet zou willen. Ik zou stellen dat dit een laptop is naar mijn hart. Een hoog gadgetgehalte, zieke specificaties, maar het oogt en voelt nog steeds slik. Hoe presteert dat dan? Ik heb legio verschillende games en benchmarks uitgeprobeerd op deze Zephyrus Duo en ik moet zeggen dat er weinig was waar die echt van moest zweten. Stel je pakt dat 4K 60 scherm en je ziet dat als je eikenbeeld, dat is zeg maar de prestatie die je wil leveren, 4K Rocksteady 60, wat is er dan allemaal mogelijk? Ik zou stellen een heleboel. Hitman 2 op 4K gaat makkelijk 60 frames per seconde halen als je hem instelt op high met allerlei gekke toeters en bellen. Forza Horizon 4 op 4K Rocksteady 60 met de allermooiste instellingen. Slaat helemaal nergens op om dat uit een laptop te zien komen. Er zijn een heleboel andere games die bijvoorbeeld ook wat zwaarder wegen op de CPU. Ja, er zit hier natuurlijk een van de lijpste i9's in, dus ook dat trotseert hij prima. PUBG, prima. XCOM 2, een game die best wel slecht geoptimaliseerd is en ontzettende dips kan kennen, ook daar. Racht hij doorheen. 4K 60. Niks aan de hand. Als we gewoon puur gaan kijken naar niet zozeer games, maar echt gewoon zware benchmarks. Ja, ik heb natuurlijk ook Time Spy hierop gedraaid van 3D Mark. Daarin scoort de Zephyrus Duo 15, in ieder geval dit model, ver boven de 9000 grens. En dat wil zeggen dat dit ding beter presteert dan grofweg 85% van alle andere geteste systemen in die benchmark. Dit is een laptop, jongens. Het kost natuurlijk 4600 euro, dus het mag ook voor die prijs. Maar het is absoluut mooi om te zien dat we tegenwoordig laptops hebben die echt niet onder hoeven te doen voor dat soort bizarre specs en dat soort bizarre desktops die we vandaag allemaal aan het bouwen zijn. En natuurlijk, met de nieuwe videokaart en nieuwe processoren zal het niet lang duren voordat dit ding misschien wel een klein beetje lager in de rankings komt te staan. Maar voor nu, dit is top of the line gaming performance, nu ook draagbaar gemaakt. Maar goed, super zware performance in een laptop, dan is natuurlijk je hamvraag, hoe gaat dit ding met al die hitte om? Want het zijn best wel dure, zware componenten die goed belast worden. Dan kan het ding natuurlijk wel wat heter worden. Maar ik moet heel eerlijk stellen, zelfs al zijn die cooling fans, de twee cooling fans die hieronder zitten en de hoeveelheid heatpipes, het lijkt misschien niet veel voor te stellen, maar dit ding koelt zichzelf bijzonder goed. Stel je gooit die zware 3D Mark TimeSpy benchmark er tegenaan. In die situaties is de laptop gemiddeld 65 graden warm. En naar mijn idee is dat relatief cool. Het voelt misschien wat heter, omdat we hier werken met een compleet aluminium behuizing. Dus hij staat ook wat meer hitte af aan, weet je wel, je tafel of misschien wel je schoot waar je hem op hebt staan. Niet aan te raden trouwens. Maar nee, het blijkt best wel goed te koelen. In ieder geval als ik de statistieken van de CPU en de GPU zelf mag geloven. Die je natuurlijk met dat tweede scherm ook makkelijk in kan zien. Daarover later meer. Maar nee, zelfs onder die zware druk zul je gewoon zien dat je GPU en je CPU niet vaak boven de 80 graden gaan komen, ook na lange, zware sessies. En ja, in die gevallen kan het geluid wel een klein beetje luider worden, maar er zijn absoluut laptops die ik luider heb horen worden zonder zulke cooling performance. Dus ook in die zin lijkt Asus hier hun beste shit te brengen. Dit is hoe zij de toekomst willen trotseren. En als je dan kijkt naar deze performance, maar ook de prestaties in de cooling, dan zou ik stellen dat Asus een hele mooie horizon tegemoet gaat. Dus dan is het een laptop die top-of-the-line performance levert. Dan is natuurlijk daarna het hele punt,
wat heb je aan dat tweede beeldscherm? En ook ik zelf, toen ik het tweede beeldscherm zag en toen mij gevraagd werd, wil je deze laptop reviewen? Ik had zoiets van, dude, dat tweede scherm gaat niet cool zijn. Dat tweede scherm gaat een gimmick zijn. En ja, het gimmickgehalte is hoog, maar geloof me, het is super handig. Ik stond er zelf ook van te kijken hoe prettig zo'n tweede beeldscherm is. Uiteraard is het even wennen. Uiteraard zul je er soms zelf een nut voor moeten vinden. Maar Asus doet er alles aan om dat tweede scherm zo nuttig mogelijk voor jou in te steken. En dat zit hem in niet alleen de speciale software die ze ermee uitrollen, maar ook het feit dat ze het heel erg open houden. Weet je, het is niet een scherm wat je alleen kan bedienen met allerlei Asus tools. Nee, het voldoet gewoon als een Windows 10 tweede scherm. Dus ook Windows begrijpt dat je daar een tweede touchscreen hebt zitten. Dus dat wil zeggen, ongeacht van wat Asus allemaal aan apps en functionaliteiten uitrolt, je kunt altijd, wat je ook maar bedenkt, naar dat onderste scherm slepen en er daarvan genieten. Dus in mijn geval was dat een podcast terwijl ik aan het gamen ben, mijn Spotify afspeellijst terwijl ik aan het gamen ben, een livestream terwijl ik aan het gamen ben. Er zijn een heleboel manieren om je van het gamen af te leiden, bedenk ik me nu. Maar goed, de mogelijkheid is er in ieder geval toe. En natuurlijk, omdat de ROG Zephyrus Duo 15 een verleden kent uit die creatieve Zenbook-serie, is het ook des te handiger in die creatieve performance. Dus stel, ik ga hier Adobe Premiere opknallen, dan kan ik mijn tijdlijn uit Premiere van het eerste scherm naar dat tweede scherm dragen. En dan heb ik een touchscreen waardoor ik over mijn eigen tijdlijn kan skippen. Ook dat zijn kleine dingen waaraan je een klein beetje moet wennen, maar dat kan er wel voor zorgen dat je onderweg of op een beurs, dat je wel meer performance kan leveren, dat je wel productiever kan zijn. Want jouw laptop, die nogmaals niet meer dan 2,5 kilo weegt, daarmee kun je nu ook gewoon twee schermen dragen. Dat is lijp. Voor sommigen zal het misschien een gimmick blijven, maar in mijn geval zou ik stellen dat het echt de term gimmick ontstijgt. Als je niet per se een nut ervoor hebt, klap je gewoon lekker de Armory Crate van ROG zelf erop, waardoor je altijd tijdens het gamen meteen inzage hebt op alle performance van je PC. Dat is super nice gedaan. Geen enkele gamer vindt het niet tof om een tweede scherm te hebben waar gewoon voortdurend afgebeeld wordt. Zo heet is de GPU nu. Dit is de frequentie van je CPU. Met dat tweede scherm klik je zo naar het turbo profiel of schakel je over naar een ander profiel. En je ziet automatisch al die balken en al die statistiekjes heen en weer gaan. Ik vind dat tof. Ook een saillant detail is, als je eenmaal een mooi nut gevonden hebt en een mooie inrichting voor dat ScreenPad Plus, dan kun je dat soort dingen ook opslaan als zijnde werkgroepen. Dus dat jij je laptop openklapt, opstart, wat overigens vrij snel gebeurt. En je kunt in één klap op een knop drukken waardoor zowel het eerste primaire scherm, maar ook die ScreenPad gevuld worden met jouw applicaties van keuze. Met ook de verhoudingen die je zelf hebt ingesteld. Kan heel handig zijn als je zegt, oh, ik heb één werkgroep om gewoon in te chillen. Met Spotify en YouTube of misschien een Twitch stream aan. En natuurlijk eentje waarmee die Lightroom, Photoshop, Premiere, whatever opent. En waarmee je meteen aan het werk kan gaan. Dat is nice dat ze zoiets geregeld hebben en dat dat ook allemaal, weet je wel, onder een aantal fingerflicks te vinden is en te gebruiken is. Omdat de ROG ScreenPad Plus nogal veel ruimte inneemt, wat volstrekt logisch is, wil dat dus wel zeggen dat stel je wil gamen op dit ding, dat je vrij snel uit moet wijken naar een los toetsenbord, een losse muis of misschien wel iets van een polsteun en een losse muis. Kleine kanttekening, ik kan me niet voorstellen dat je €4600 voor een laptop betaalt en dan zoiets hebt van, oh, moet ik er ook nog een toetsenbord bij kopen? Dat wordt wel erg duur. Maar het moet alsnog gezegd worden. Het toetsenbord en de mousepad zijn niet de sterkste kanten van dit totaalpakket. Dat het dan met RGB voorzien is en dat het mousepad ook nog kan fungeren als een numpad. Ja, tof voor de gadget factor, maar in het gebruiksgemak pak absoluut een polsteun erbij of zorg dat je een toetsenbord en een muis on the side hebt. Wat naar mijn idee ook ontzettend logisch is, want dit ding wordt gericht op gamers. Gamers houden van hun mooie muizen en mechanische toetsenborden. Dus ja, makes sense. De speakers die ingebouwd zitten op de Zephyrus Duo 15 hebben dezelfde, waarschijnlijk mild overbodig voor de gemiddelde gamer factor. Maar ze zijn daadwerkelijk fraai. Natuurlijk, je gaat er geen complete houseparty mee houden. Zo vol of zo warm klinken ze nou ook weer niet. Maar ik moet wel stellen dat dit geluid al vele malen beter was dan ik van veel andere gaming laptops vaak hoor. In dit geval zou ik stellen dat het geluid een aardig stuk warmer is dan ik had verwacht en ook nog eens een keer een stuk luider. Je gaat lang niet altijd het suizen van de ventilatoren overwinnen met de speakers, maar in de meeste gevallen, als je gewoon een serietje bij aan het houden bent of je hebt een korte gaming sessie waar je even geen headset voor in wilt prikken, in dat soort scenario's voldoen deze speakers ruim.
Wat betreft het inprikken van een headsetje of andere randapparatuur, niks aan te merken op de hoeveelheid poorten en welke poorten er hier in dit model zitten. Om die heel snel even op te sommen, we hebben het over een HDMI-poort, 3 USB 2.0 poorten, 2 3,5 mm audio jacks, waarvan eentje ook vierpolig is. Dus stel dat je een headset hebt die maar één jack nodig heeft, dan kun je die ook erin prikken zonder eerst de splitter te moeten vinden. Best wel handig geregeld. Een ethernetpoort, uiteraard een stroompoort en een USB-C aansluiting die gek genoeg niet alleen kan fungeren als Thunderbolt, maar die kun je ook gebruiken als voeding. Die is uiteraard niet zo krachtig als de daadwerkelijke stroomadapter die je meegeleverd krijgt bij de Zephyrus Duo 15, maar het is best wel knap dat ze dit ding ook zo gebouwd hebben dat het met 65 watt USB-C adapters kan werken. Dus de adapter die ik gebruik voor mijn Chromebook kan ik ook hierin prikken en dan zou ik de laptop wat langer kunnen gebruiken als ik hem niet inzet voor super zware game of edit sessies. En ik denk dat dat iets is wat heel erg fraai is om te zien, want ja, natuurlijk is dit een laptop die je vooral wilt gebruiken als je echt ergens settelt. Ik kan me voorstellen dat het ook wel fijn is om een laptop nog steeds relatief flexibel in te kunnen zetten. Dus dit totaalpakket kun je ook meenemen, kun je ook opladen met USB-C. Het is super nice om te zien dat ze dat ook geflikt hebben. Concluderend, de ROG Zephyrus Duo 15 en dan specifiek dit allerlijpste model. Zou je hem willen hebben? Ja, natuurlijk. Ben je gek? Natuurlijk wil je dit ding hebben. Heb je het gezien? De hamvraag is natuurlijk of dit het waard is. En ik denk dat het heel moeilijk is te bepalen als we het hebben over dit soort lijpe bedragen. Weet je, hij begint vanaf €3700 en hij loopt op tot €4600. Dat zijn niet de bedragen waarin de meeste gamers op zoek gaan naar hun nieuwe laptop. Ondanks dat de meeste gamers hier niet van gaan genieten, puur en alleen omdat het gewoon te ver opgeschaald is, is het wel goed dat we zien dat Asus bezig blijft met high-end experimenten. Ik vind het fantastisch om te zien dat het principe van de ZenBook Duo nu ook in een gaming jasje gehesen kan worden. Dus 2 schermen, high-end performance, super relaxed om mee te editen onderweg, maar ook om gewoon een harde game op te kunnen spelen. Ik denk dat het goed is dat we dit soort modellen zien. Ze zullen niet voor iedereen betaalbaar zijn, absoluut niet, maar het is een mooi streven. Het is in ieder geval goed om te zien dat dit zeg maar de top of the line is. Als je het allerlijpste van het allerlijpste wil gaan, dan heb je niet alleen die super hoge specificaties, maar dan heb je ook nog eens een keer een gadgetgehalte van hier tot Tokio. Of waarschijnlijk eerder Taipei, maar dat kan aan mij liggen. Zou ik de ROG Zephyrus Duo 15 aanraden? Ja, als je het geld hebt, absoluut. Als je het geld hebt en je wilt het lijpste van het lijpste, dan is dit het model. Maar nee, voor ons arme stakkers, gamers die niet zo welbedeeld in hun portemonnee zijn, ja, wij kunnen er alleen maar naar kijken en zeggen, wauw, dat ziet er tof uit. En dan heel erg hard hopen dat dit ooit naar de mainstream komt. Dat deze technologie ook ooit betaalbaar wordt. Dat wij dat gadgetgehalte ook een keer kunnen krijgen, maar dan niet tegen dat soort exorbitant hoge prijzen. Dat is ook helemaal prima. Wij wachten wel geduldig af. Ik vind het in ieder geval mooi dat Asus het probeert. Dat ze gezegd hebben, de ZenBook, dat kunnen we ook voor gamers maken. En naar mijn idee zijn ze daar met vlag en wimpel in geslaagd. Hoe dan ook, daar gaan we het voor vandaag bij laten. Voor de ROG Zephyrus Duo 15. En dan specifiek het allerlijpste model. Of je hem nou kan betalen of niet, ik ben benieuwd wat je denkt van de apparatuur zelf. Weet je, wat denk je van zo'n ScreenPad Plus? Zou jij dat kunnen gebruiken? Of denk je van nee, voor mij zou dat nog meer een gimmick zijn? Dit waren puur en alleen mijn bevindingen. Ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. En if zo, hoor ik het natuurlijk graag. Mocht je er nog meer over willen weten, vergeet dan ook niet dat je op tomstech.nl terecht kan voor een volledige geschreven review met nog meer informatie. En ja, natuurlijk de link staat in de beschrijving en in de pinned comment. Om zo aan te klikken, ben je er zo. Over die website en daarmee ook dit YouTube kanaal gesproken. Als je dit aan het bekijken bent, ik waardeer het enorm dat je hier bent. Ik ben nog relatief klein in de YouTube wereld. Ik ben nog relatief klein in de blogwereld. Dus mocht je interesse hebben in allerlei verschillende tech, hardware, randapparatuur, andere gekke videocontent en geschreven content over al die onderwerpen, laat het me vooral weten en blijf lekker hangen. Laat dat abonnement achter, check de website een keer uit. Het wordt altijd enorm gewaardeerd. Oké, die schaamteloze plug en alle bijbehorende zoetsappigheid terzijde. Oprecht, ik hoop dat je genoten hebt van de video en nu je hier aangekomen bent, kan ik niks anders zeggen dan houdoe en bedankt.